Sonny Siloy en vele andere Ajaxiden waren bij het 30-jarig jubileum van Lucky Ajax, de vereniging van oud-spelers. Zoals Dirk Boerichter, Theo van Duivenbode en Pim van Dort. Sinds kort bestuurslid van Lucky Ajax. Ajax betekent het zijn met de spelers met wie je ooit gespeeld hebt en met wie je gewerkt hebt. Dat zegt mij heel veel. Van harte gefeliciteerd met 30 jaar Lucky Ajax. Wat doet dat met jou? Ja, met de hele groep, hè, is het natuurlijk fantastisch als je zo veel jongens hebt die later bij je komen en lid zijn van Lucky Ajax. En als je dan zulke avonden hebt, ja, vind ik geweldig voor die oudspelers. En op zulke avonden worden oude grappen weer afgestoft, wordt er nog harder gelachen om de bekende anekdotes en delen de twee doelmannen met de grootste prijzenkast hun ervaring. Achter het drumstel een oude bekende. Erevoorzitter Michael van Praag. 30 jaar geleden namen bestuurslid Henny Hendricks en hij het initiatief voor de oprichting. In 1992, het jaar dat Ajax de UEFA Cup won. Nu zongen van Praag en Hendricks uit volle borst de Ajax-mars. Ik kan me nog herinneren dat Henny en ik dat idee opperden in het Ajax-bestuur om iets voor onze oud-voetballers te doen. En toen zei Henny, geloof ik, dan moeten we een club oprichten. Nou, ik zei, dat is een goed idee, laten we dat doen, Lucky Ajax. En zo is dat eigenlijk zo gebeurd. En achter de tafel zaten Rinus Michels, Keizer, Cruijff en Henny Hendricks die het initiatief genomen had. En nu zijn we 30 jaar verder. Ja, dat is natuurlijk op zich fantastisch. En ik ben ongelooflijk blij dat die club nog steeds bestaat, want je ziet het vanavond. 30 jaar jong, hè? Je bent wel een beetje hees, hè? Ja, ik ben een beetje hees, maar dat komt omdat ik een beetje last van mijn keel heb. Niet door de Ajax-mars? Nee, zeker niet door de Ajax-mars. Lucky Ajax is 30 jaar feest en voetbal met vele mooie doelpunten. En weerzien met oude vrienden. En vele memorabele momenten, waaronder de reis van Lucky Ajax naar Griekenland. Een van de oprichters van 3 decennia geleden was er ook, Jan Mulder. Wel bijzonder dat je 30 jaar later hier met z'n allen staat. Ja, maar goed, ik zeg je, we zijn niet meer compleet, zeg. Johan, Pietje, ja, dat is toch wel... Maar goed, we sukkelen vrolijk verder. Niks aan de hand daar. Nee. Wel Sjaak Zwart niet kapot te krijgen. Nou, niet kapot te krijgen. Sjaak wordt alsmaar mooier. Prachtig mannetje is dat. Zo helemaal. Dat pak, die smoking staan hem. Ja, dat is echt de perfecte mens. Hij zegt nog wel dat hij 60 wedstrijden per jaar speelt. Ik geloof jij dat? Sjaak Zwart. De snelle Ajax rechtsbuiten. Dan nog steeds Zwart. Dan gaat Zwart. Zwart nog steeds. Zoals Mr. Ajax vroeger aanjager was op het veld, was hij dat nu op de dansvloer. Ede Ophoff. Ede Ophoff, het zwingt de pan uit. Ik dacht het wel, hè, vanavond. Maar ja, hoe later de avond, hoe soepeler de heupen, toch? Hoop ik. Wouters knal, heel hard, goal. Mooie goal van Jan Wouters. En Boerichter die amper 2 minuten op het veld staat. Het voetenwerk van een linksbuiten. Ja, of het nou een schaar is of een shuffeltje, dat maakt mij niet uit. Wat moet de club nou zonder deze gasten beginnen? Ja, Europa Cup winnaars. Wat is het geheim van Lucky Ajax? Nou, ze... Ja, gezelligheid en ook loyaliteit. En van de weeromstuit voel ik me juist nog veel meer Ajaxiet dan toen ik hier speelde. Wij hopen natuurlijk in de toekomst dat er dus meerdere spelers komen. En ook de aanwas van onder ons ook bij ons kunnen komen. Dat is voor ons belangrijk. Ja.
Lucky Ajax met leden van 35 tot 85 jaar betekent ook een muzikale tijdreis. Het ritme zat er goed in die avond, tot vreugde van de koning van de dansvloer. En als Mr. Ajax er even niet stond, was hij een en al oor. Zij is de enige die jou Jack Black mag noemen? Ja, ja zeker. Jackie Black. Heel goed. Heb jij de kleuren van de rozen uitgezocht? Ja, het rood-wit moet altijd natuurlijk. Net als in de eerste 30 jaar van Lucky Ajax was het ook deze avond een en al rood en wit.